vrijdag op Hilversum 1, Karo's van 12 tot 2. Ja, ja. Met onder andere het Karo Huisorkest onder leiding van Piet Zonneveld. Welk paar zal aanstaande dinsdag aan de tafel komen? Elke vrijdag. Hilversum 1. Karo's van 12 tot 2. Mannen, want u moet het zo origineel mogelijk een cadeau zien te kopen straks. Niet meer dan 25 gulden, mag wel minder. Elke vrijdag. Hilversum 1. Jij wilt zoveel beloven. Karo's van 12 tot 2. U zag een avond lang Graham Greene bij de KRO. Er volgt nu nog Journaal en Den Haag Vandaag. En morgenavond is de KRO er weer, ook op Nederland 2. Nog een heel prettige avond verder. Ja, 4 februari begint Teliac met deel 2 van de serie Kind en Basisschool. En dan over uw kind op school en dan natuurlijk over de nieuwe basisschool. Een boek en 8 radio en 8 televisielessen over de volgende onderwerpen. Moeten we eigenlijk wel zo blij zijn met die basisschool? Het uitgangspunt van de basisschool? Ieder kind leert in zijn eigen tempo. Leren ze nog wel wat of is het alleen maar leuk op school? En wat doe je als je kind niet mee kan komen op school? In de nieuwe basisschool praten en werken ouders actief mee. Al die veranderingen op school, kunnen de juf en de meester dat wel bolwerken? Naar welke school gaat je kind na de basisschool? En tenslotte, hoe kies je nou een goede school voor je kind? Vanaf maandagavond 4 februari om 11 uur. Je moet er wel even voor opleiden. Nu, nieuw in Nederland, Coca-Cola Light. Dit is de tijd van Coca-Cola Light. Je voelt je goed, je houdt je fit. Coca-Cola Light, de echte cola smaak. Zo lekker fris in calorie, dat is lekker licht. Bij fris en fit, dit is de tijd van Coca-Cola Light. De sauzen van Calvé zijn zo onweerstaanbaar lekker dat de partykok soms even de gasten vergeet. Dus als u de sauzen niet ziet. Hé, hey, geen Calvé? Vraag er dan gerust om. Lekkere koffie zet je met een koffiezetapparaat van Douwe Egberts. Een geluidscassette die en in tape-technologie, en in loopwerk, en in behuizing de absolute top vertegenwoordigt, draagt altijd dezelfde naam. Altijd dezelfde naam. Maxxel. Alleen. Drink uit de kraan en stoop voor 2.
Tefal, omdat het altijd beter kan. Martini extra dry, cool, crisp. The extra special taste for any occasion. Once discovered, never lost. Have it with or without. With friends. With pleasure. Martini extra dry. It's there to be discovered. Met Gillette Contour begint uw dag plezieriger. Door de meedraaiende scheerkop kunt u zich gladder scheren. Gewone dubbele scheermesjes passen zich niet altijd aan uw profiel. Maar Gillette Contour heeft een meedraaiende scheerkop die langer de lijnen van uw gezicht kan blijven volgen. Gillette Contour scheert u onberispelijk glad. Dit huis is de winterschilder geweest. Alles zit strak in de lak. Schitterend van kleur. Knap werk met de nieuwste materialen. En de winterschilder bezorgt particulieren nu een extra hoge premie. Van maar liefst 50 gulden per man per dag. Oh, mooie bloemen. Dag opa, kijk eens. Bloemetjes voor je verjaardag. Uit Maastricht. Wat zei je? Van mijn neef? Nee, van Gerda, uit Maastricht. Dat zeg ik net. Dat is toch mijn neef? Heb ze toch aan me gedacht. Fleurop brengt verre vriendschap dichterbij. Proost dan maar, Gerda. Jo, wat leuk, een fles whisky. Chivas Regal. Chivas Regal? Je bent geweldig. Het valt meteen op als je Chivas Regal geeft. Maar het valt eigenlijk nog meer op als je geen Chivas Regal geeft. Nou, bedankt. Wat zal er straks op tafel staan? Misschien wel een gulsteek, sappig en wals. Een mooi bruin gebakken. Hondjes erbij. Wat zou dat heerlijk zijn? Steakhouse grillsteak. Puur rundvlees, heerlijk mals en pittige kruid. Dat wil ik eten vandaag. Ja, dat wil ik eten vandaag. Ja, dat wil ik eten vandaag. Steakhouse. Iglo's antwoord op, wat eten we vandaag? De PvdA-fractie in de Amsterdamse gemeenteraad betreurt de korte duur van het bezoek van burgemeester Van Tijn aan de staatsliedenbuurt. Brand in een spoorwegtunnel in Engeland na de ontsporing van een trein met huisbrandolie, maar geen persoonlijke ongelukken. De West-Duitse minister Genscher bezocht in Praag de Oost-Duitse asielzoekers in de ambassade van de Bondsrepubliek. Goedenavond, dames en heren. De fractie van de Partij van de Arbeid in de Amsterdamse gemeenteraad vindt het jammer dat het bezoek van burgemeester Van Tijn aan de staatsliedenbuurt zo kort heeft geduurd. Vooral voor die bewoners die de burgemeester wel had willen spreken. Nu moest het bezoek, zoals bekend, worden afgebroken wegens een groep actievoerders.
Het bezoek van Fantijn begon heel rustig met een wandeling door de buurt. Maar al snel begonnen actievoerders de burgemeester te belagen. De sfeer werd steeds grimmiger. Net even deze buurt, man. Daar doen jullie de buurt geen goed mee. Huh? Nee, jij doet de buurt geen goed. Daar doen jullie de buurt geen goed. Jij doet de buurt geen goed. Niet met elkaar. Hij heeft nooit gewerkt voor de stage in de buurt. Wat voor werkbezoek. Hij werd getrokken en gespuugd. De burgemeester zocht zijn toevlucht in de portiersloge van het GEB, het gemeentelijk energiebedrijf. Met een man die alleen nog maar geïnteresseerd is in macht, wie de baas is, en niet wil luisteren naar inhoudelijke argumenten die wij in mappen, in dossiers, in zulke stapels hebben gepresenteerd hebben de afgelopen tijd. Met zo'n man willen wij niet eens praten, zo'n man moet oprotten. Zo'n man is geen burgemeester van de staatsunie, wat mij betreft. Sommige bewoners vinden de methode van de actievoerders verkeerd, maar vinden ook dat de gemeente te weinig doet voor de buurt. Dat is wel zo. Er gebeurt heel weinig. Wat er goede gepraat wordt over de staatsliedenbuurt, weet ik niet. In de gemeenteraad en zo. Maar er gebeurt feitelijk weinig, ja. Maar op zo'n manier. Ik vind het helemaal nergens op slaan. Een zootje vind ik het. De burgemeester stond intussen vanuit de veilige portiersloge van het GEB de journalisten te woord. Daarom vertrok de burgemeester. Het bezoek aan de staatsliedenbuurt had nog geen uur geduurd. Op de gebeurtenissen van vanmiddag vroegen we een reactie aan Louis Genet, fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid in de gemeenteraad van Amsterdam. Meneer Genet, wat vindt u daar nou van? Een burgemeester die zo, wat we net gezien hebben, niet terecht kan? Nou, het is geweldig jammer. Ik denk dat het vooral erg jammer is voor die buurtbewoners die nou juist graag wel met hem hadden willen praten. Dat allereerst. Ja, het is jammer dat een kleine georganiseerde groep daartoe dan blijkbaar in staat is. Het is natuurlijk altijd slecht. Je moet altijd durven praten over de problemen in je buurt. Nou, deze burgemeester die doet werkbezoeken in alle buurten. En moet hij dus ook de staatsliedenbuurt bezoeken. En het is jammer dat dit een gemiste kans is. Was u in zijn plaats, had u het doorgezet? Ik denk dat de burgemeester er verstandig aan deed om niet door te zetten. Ik vind wel overigens dat hij een keer terug moet komen. En in ieder geval met die buurtbewoners die wel met hem willen praten, dat hij daar wel mee gaat praten. Die hebben daar recht op. En ik vind dat erg belangrijk. Ik neem aan dat hij dat ook wil. En wij zouden dat in ieder geval toejuichen. De politie kon niet tussen beiden komen, omdat Fantijn met opzet geen veiligheidsmaatregelen had getroffen voor zijn bezoek. Hij had de politie opdracht gegeven weg te blijven, ook als er problemen zouden ontstaan. In een spoorwegtunnel, even ten noorden van het Engelse Manchester, heeft vandaag een gigantische brand gewoed, nadat een trein met 1400 ton huisbrandolie was ontspoord. Maar niemand heeft daarbij verwondingen opgelopen. Enorme vlammen braken door het dak van de tunnel na een explosie. Aanvankelijk waren bij de ontsporing 2 van de 14 tankwagons in brand gevlogen. Brandweerlieden waren er al gauw bij. Ze hadden juist een deel van de trein losgekoppeld toen de explosie zich voordeed. Ze konden zich op het nippertje redden. Besloten werd om toen iedereen uit de tunnel terug te laten komen en de brand gewoon te laten uitbranden. De meer dan 100 brandweerlieden trokken zich op veilige afstand terug. Maar voor alle zekerheid werden wel alle naburige huizen ontruimd. En de plaatselijke Bobby controleerde of iedereen wel echt weg was. Got to evacuate, yeah. Well, where do we go? I'll take you to Walsen Junior School. That's where everybody is. Well. Take you down in the police car. Yes, all right. Now then, are you evacuating everybody? Everybody's been evacuated, yeah. Urenlang brandde de ondergrondse trein. Rookwolken uit de uiteinden van de ruim 3 kilometer lange tunnel en het vuur in het midden. De West-Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Hans-Dietrich Genscher, is vandaag aan het slot van zijn 3-daags bezoek aan Tsjechoslowakije even langs geweest bij de Oost-Duitse asielzoekers in de ambassade van de Bondsrepubliek in Praag. Ongeveer 70 Oost-Duitsers verblijven daar nog en Genscher heeft ze niet meer kunnen beloven dan dat ze er niet met geweld zullen worden uitgezet. Het was een snel bezoek aan de ambassade met weinig publiciteit, want het is voor de Bondsrepubliek een nogal pijnlijke zaak. Oost-Duitse vluchtelingen in de West-Duitse ambassade in Tsjechoslowakije.
Aanvankelijk waren het er 170. Toen sloot de ambassade de deur en kon er niemand meer bij. Nu zijn er nog ongeveer 70, van wie hier een delegatie op het ambassadeterrein onderweg naar de ontmoeting met minister Genscher. 40 vluchtelingen zouden sinds 6 dagen in hongerstaking zijn. Maar Oost-Duitsland blijft weigeren om hun een uitreisvisum te geven. De Bondsrepubliek kan verder ook niets meer doen. En minister Genscher zou de asielzoekers dan ook hebben gezegd dat ze maar beter naar huis kunnen teruggaan, omdat ze niet gestraft zullen worden. Genscher vindt dat ze nu zelf maar moeten beslissen. Herr Minister, was hatten Sie für einen Eindruck im Gespräch mit den DDR-Flüchtlingen? Ich habe mit unseren Mitbürgern aus der DDR gesprochen und wir haben ein wirklich sehr offenes und menschliches Gespräch gehabt, in dem ich das noch einmal zum Ausdruck gebracht habe, was die Bundesregierung, der Bundeskanzler bei verschiedenen Gelegenheiten auch öffentlich gesagt haben. Wie war die Reaktion der DDR-Bürger auf Ihre Mitteilung? Ich glaube, dass alle wohl das abwägen werden. Und ich denke, dass es richtig ist, dass jeder jetzt seine Entscheidung für sich trifft. Uit West-Duitse kringen in Praag is later vandaag vernomen dat al 9 asielzoekers de ambassade hebben verlaten en naar Oost-Duitsland zijn teruggekeerd. Premier Thatcher van Groot-Brittannië was vandaag in Hongkong om het akkoord te verdedigen dat ze gisteren in China heeft gesloten over de toekomst van de Britse kroonkolonie. De Britse premier kwam aan op het krappe vliegveld in het midden van de stad. Hongkong zorgde voor een zware bewaking, hoewel er niet veel toeloop was van publiek. Want maar weinig inwoners leken geïnteresseerd in de komst van Thatcher. Terwijl ze gisteren het akkoord heeft getekend over de toekomst van Hongkong na 1997... als de kroonkolonie aan China is teruggegeven. Nog steeds zwaar bewaakt maakte de premier wat uitstapjes. Maar in de eerste plaats bezocht Thatcher Hongkong om te verzekeren dat het gesloten verdrag met Peking een goede zaak is. They assured me that for their part that the agreement would be faithfully implemented. Indeed, Premier Zhao Jiang assured me yesterday in Peking that it was a tradition of the Chinese nation to act in good faith, to live up to its international commitments, and that China would prove its words with its deeds. De Chinese leiders hebben de garantie gegeven dat Hongkong na de overdracht in 1997 voorlopig zijn kapitalistische basis kan handhaven. In de binnenlanden van Australië heeft een volk zijn land teruggekregen. Dat volk is de Pitjantjatjara. Het werd 30 jaar geleden door de autoriteiten naar een ander oord gebracht, omdat het land gebruikt zou worden voor atoomproeven. We are simply fulfilling a pledge made 22 years ago to return this land to people who were moved away against their will. Een teruggave dus met de plechtige overhandiging van de officiële akten. Applaus en tranen waren er bij deze plechtigheid te over. Het Pitjantjatjara-volk was bijeen om het land van de voorvaderen, de gewijde grond van Maralinga, weer in bezit te nemen. Maar niet alles, 750 vierkante kilometer, blijft voor iedereen gesloten. Daar ontploften 30 jaar geleden de bommen en bestaat nog stralingsgevaar. Maar 76.000 vierkante kilometer is nu weer van hen en dat was reden voor een nachtenlang feest. Het aantal gevallen van de infectieziekte AIDS is in ons land de laatste tijd sterk toegenomen. Op 1 oktober waren er 26 gevallen. Nu zijn er in totaal 41 AIDS-patiënten geregistreerd. Van hen zijn er 16 overleden. Dit is bekendgemaakt door de hoofdinspectie Volksgezondheid in Den Haag. Men verwacht daar het komende half jaar een verdubbeling van AIDS. Het kan nog 5 tot 10 jaar duren voor er een vaccin is gevonden tegen deze ziekte die voornamelijk voorkomt onder homofiele mannen. Uit een onderzoek van het gasbedrijf van de gemeente Groningen blijkt dat 3/4 van de tweedehands gaskachels in die stad mankementen vertoont. 1100 kachels werden onderzocht. 10% daarvan moest ter plekke worden afgesloten omdat de situatie acuut gevaarlijk was. Het gasbedrijf stelt dat in Groningen als kamerbewonersstad een levendige handel bestaat in gebruikte gaskachels. Het is een handel die zich vooral via handelaren in gebruikte goederen of via advertenties plaatsvindt. In hoofdzaak dus via ondeskundigen, zegt het gasbedrijf.
De mankementen die bij het onderzoek het meest aan het licht kwamen, waren lekke binnenwerken, verstopte aansluitingen op de afvoer en vervuilde branders. Vooral dat laatste kan leiden tot levensgevaarlijke situatie, zoals koolendampvergiftiging. De 71-jarige huisarts uit Amstelveen, aan wie dinsdag de bevoegdheid tot het uitoefenen van de geneeskunst is ontnomen, gaat in hoger beroep. Dat betekent dat hij zijn praktijk kan blijven uitoefenen, zolang er geen uitspraak is in hoger beroep. Het Medisch Tuchtcollege ontnam de arts zijn bevoegdheid na klachten over de behandeling van patiënten en wegens overmatig alcoholgebruik. Het nieuwsoverzicht. Het bouw- en baggerconcern Koninklijke Boskalis Westminster heeft dit jaar naar schatting een verlies geleden van ruim 200 miljoen gulden. Met de banken hoopt het concern komend voorjaar tot een oplossing te komen voor de ernstige financiële problemen waarin Boskalis verkeert. Op een speciale vergadering van aandeelhouders vandaag bleek grote ongerustheid te bestaan over de toekomst van het concern. De ontwikkeling van het bedrijfsleven in ons land is in 1984 erg gunstig geweest. Dat blijkt uit het jaarlijks onderzoek van de Kamers van Koophandel dat vandaag is gepubliceerd. 47.000 grote en kleine bedrijven hebben aan het onderzoek meegedaan. Uit de resultaten blijkt dat vooral exportbedrijven profiteren van de gunstige ontwikkeling. Voor het eerst in de jaren 80 is weer een werkelijke groei in de omzetten. Ook de winsten zijn gestegen. Daarnaast is het aantal banen in het bedrijfsleven dit jaar licht gestegen. De CDA-fractie in de Tweede Kamer houdt zijn twijfels over het beleid van minister Van Ardenne, ook al heeft die fractie afgelopen nacht een motie van wantrouwen tegen Van Ardenne niet gesteund. Aan CDA-kamerlid Van Dijk de vraag of die minister kan aanblijven en is de vertrouwensrelatie nu hersteld. Nee, want dat is duidelijk ook gezegd gisteren. We hebben gisteren alleen gesproken met de minister over dat ene punt, het punt van de informatie die hij gegeven heeft aan de Kamer en die naar onze mening volstrekt misleidend was. Wat nog niet besproken is, is het beleid van de minister en andere ministers in de voorafgaande jaren, die ook in het rapport van de enquêtecommissie zijn besproken. En dat komt pas na het debat in februari. De giftige stof die zondagavond werd verspreid in een dancing in Geffen, Noord-Brabant, blijkt CS-gas te zijn geweest. Dat mag alleen door de politie worden gebruikt. Een 17-jarige jongen uit Os meldde zich gisteren bij de politie en bekende dat hij heeft gespoten met een busje CS-gas dat hij waarschijnlijk in België had gekocht. Er liggen nu nog 3 mensen in het ziekenhuis met ernstige vergiftigingsverschijnselen. Een van hen is er ernstig aan toe. De weersverwachting tot morgenavond. Vanavond en vannacht naar het oosten wegtrekkende regen, daarna een wisselende bewolking en enkele buien. Minimumtemperatuur ongeveer 5, middagtemperatuur omstreeks 7 graden. Matige, aan de kust vrij krachtige wind, draaiend van zuidwest naar west. Dan de vooruitzichten van zaterdag tot en met dinsdag. Half tot zwaar bewolkt en af en toe buien. Middagtemperatuur rond de 6 graden. Einde van het 10:30 journaal. Dames en heren, goedenavond. Goedenavond. Na het zware politieke debat van gisteravond, met als uitkomst minister Van Ardenne mag blijven van de Tweede Kamer, serveren we u vanavond een kwartiertje met wat lichtere kost. Om te beginnen kijken we terug op dat Kamerdebat van de afgelopen nacht. Dat het nacht werd, dat kwam doordat minister Van Ardenne bijna 6 uur schorsing nodig had voordat hij de Kamer kon antwoorden. Vraag aan de minister, wat hebt u gedaan in die 6 uur? Daar heb ik zitten werken aan mijn verklaring. Want het was heel duidelijk dat een dadelijk debat er erg veel van afhangt hoe je die verklaring in elkaar zet. Eerst was hij langer, dan was hij weer korter. Dan waren die zaken weer belangrijker. En ja, tenslotte had ik het in elkaar gestoken. En toen heb ik gezegd, ga nu maar bellen. De verwachting was gisteravond hier dat u zei, ik hou ermee op. De kritiek is zo zwaar. Heeft u dat overwogen? Nee, dat heb ik niet overwogen. Ik heb het ook in de krant gelezen. Ik weet ook niet wat vandaan komt, maar ik heb het niet overwogen. Ik verdedig mij. Ik vond dat ik daar alle mogelijkheden toe had. Dan is de vraag, waarom had u zoveel tijd nodig voor de verdediging? Ach, ik heb u net gezegd dat het niet zo makkelijk was. Want je moest wel een goede verdediging naar voren brengen.
waarbij duidelijk werd wat ik duidelijk wou maken. Heeft u zwaar getild aan dat vreselijk kritische CDA? Nou kijk, kritiek uit de Kamer is natuurlijk iets waar je altijd zwaar aan moet tillen van wie het ook komt. En, ik heb gemeend antwoord te moeten geven op de punten die naar voren gebracht waren. Gedeeltelijk in de algemene zin en gedeeltelijk ook in de zeer concrete zin van een aantal punten. Vandaar mijn citaat uit de Handelingen. Nou, als je de Handelingen zit na te kijken, daar gaat wel een tijd in zitten hoor. Voor je daar de precieze juiste passages uit hebt die niet te lang zijn en die toch de essentie van het debat weergeven. En daarbij stond u natuurlijk onder een extra druk, omdat het een emotionele kwestie was natuurlijk. Hè? Ook dat natuurlijk. Nou moet u voorlopig verder met een voorwaardelijk groen licht van het CDA. Hoe vat u dat zelf op? Ja, kijk, ik weet niet wat dat betekent. Hè. Groen is groen. Misschien kan altijd verder op een stoplicht staan. Ik doe mijn werk, laat ik het zo zeggen. Heel gewoon, want daar ben ik minister voor. En dan zit ik niet alsmaar aan voorwaarden te denken. Er is genoeg te doen. U wordt nu beschreven als aangeschoten, maar de kogel was niet dodelijk, hè? Voelt u zich een beetje zo? Nou, ik heb alleen maar een glas wijn gedronken. Zo erg aangeschoten ben ik niet. Nou zijn er ook mensen die zeggen, in zo'n situatie zou de minister een gebaar hebben gemaakt door uit zichzelf op te stappen, hè? Wat vindt u daarvan? Ik heb het niet gedaan. Ik denk dat daaruit duidelijk blijkt wat ik er zelf van vind. Dank u wel. Die minister heeft dus niet overwogen om af te treden, zegt hij. En wat dat stoplicht van het CDA betreft, groen is groen, voorwaardelijk of niet. Als u in de afgelopen nacht naar onze uitzending heeft gekeken, dan heeft u kunnen zien hoe aan het einde van dat debat de heren Joekes, Van Dijk en Van Dam, samen het presidium van de enquêtecommissie, alle drie een stemverklaring hebben afgelegd. Bij een stemverklaring mag niet worden gepolemiseerd. De leden mogen dan niet in debat gaan. De beraadslaging is gesloten. Een stemverklaring is alleen maar een stemverklaring. En de voorzitter is streng. De heer Joekes was zich daarvan bewust. De heer Van Dijk kreeg het al aan de stok met de voorzitter. En de heer Van Dam in nog veel heviger mate. Hij polemiseert graag. Maar dat mocht niet. Kijkt u naar een herhaling. De heer Marcel Van Dam. Meneer de voorzitter, welke stemverklaringen hier ook worden afgelegd, het resultaat van de enquête valt of staat niet met het vallen of aanblijven van minister Van Ardenne. Wilt u alleen een stemverklaring afleggen? Zeker, dat doe ik. Nee, dat doet u niet. Het ware beter geweest als er geen stemverklaringen waren afgelegd. Dat gaat u helemaal niet aan, wat er beter waren geweest of niet. Ik ben alleen geïnteresseerd in uw stemverklaring. Omdat de heren Van Dijk en Joekes verklaard hebben waarom zij tegen de motie de Nauw zijn, heb ik er behoefte aan om te verklaren waarom ik ervoor ben. En ik doe dat mede namens de leden Tazelaar, Eshuis en Engweda. Mijn collega's zeggen. Nee, u kunt niet polemiseren. Nee, ik polemiseer niet. Ik ben alleen geïnteresseerd in uw mening. Wilt u dat nu doen? Voor de derde keer. Ja, ik wil mijn mening geven over de stemming die straks plaatsvindt. Over de moties die voorliggen en verder niets. Ja. Dat doe ik ook. Sommigen zijn het zeggen inhoudelijk. Nee, meneer Van Dam, voor de vierde keer, anders ontneem ik u het woord. U kunt alleen uw eigen stem bepalen. U kunt het niet hebben over sommige anderen. Goed. Hoe is het mogelijk, vraag ik mijzelf af, als een motie inhoudelijk weergeeft wat je vindt,
daartegen te zijn. Als je een conclusie gevonden hebt, dan kun je alleen maar hopen dat de Kamer die deelt. Dat hoop ik, dat de Kamer die deelt. Het trekken van een conclusie kan nooit inhoudelijk. Wat er nooit kan, doet niet ter zake. Wat u vindt dat kan, dat is ter zake. Ik begrijp dus dat u voor de motie bent. Mijn mening is... Juist. Mijn mening is dat als je een standpunt hebt neergelegd in een motie waar je het mee eens bent, en het zou leiden tot het aftreden van de minister, en om die reden trek je die conclusie in. Meneer Van Damme, ik neem u het woord, u polemiseert voor de zesde keer. Wens toch even de leden een stemverklaring af te leggen. Dan verzoek ik de leden hun plaats in te nemen. De heer De Vries? De heer De Vries heeft de vraag. Niet polemiseren. Van Dam was dus voor de motie Den Uyl en Joekes en Van Dijk, die waren er tegen. De enquêtecommissie was in haar rapport bijna unaniem in haar conclusies. Maar toen het gisteren dus ging om het trekken van politieke consequenties daaruit, oftewel om de vraag moet Van Ardenne weg of mag die blijven, toen vielen de leden van de enquêtecommissie uiteen langs partijpolitieke scheidslijnen. En op zichzelf is dat helemaal niet zo verwonderlijk. Vandaag werden er in het Kamergebouw overal kerstfeestjes gevierd. Het was de laatste dag voor het reces. Want de Kamer is niet alleen een politiek orgaan, het is ook een bedrijf waar mensen werken. Meneer Vos? Mag u even storen bij deze activiteit? Waarom zit u op de laatste dag van de Kamer vis schoon te maken? Wel, de fractie van de Partij van de Arbeid heeft een kerstborrel. Dat is niet alleen voor de fractie, maar ook voor het personeel. Omdat we het hele jaar nogal hard gewerkt hebben. En dat vinden we eigenlijk wel gezellig. En we vinden het ook leuk om zelf de dingen klaar te maken die we naderhand opeten. En dan houdt u zich voor de fractie met werkgelegenheid bezig. Ja. Visserij is toch niet uw echt stil? Nee, ik heb ook weinig vissers in de familie. Maar ik kom wel uit een familie waar ze vroeger weinig geld hadden. En mijn vader zei altijd, jongen, ik heb geen geld, maar ik kan je wel een truc leren om in leven te blijven. En dat heeft hij me ook geleerd. En ik doe dat zo nu en dan nog. En dat verhaal onthoud ik, omdat ik dan ook des te beter weet waarvoor ik hier zit. Oké. Okay. Hoe kwaad was u vannacht op de voorzitter toen u niet kon zeggen waarom u stemde zoals u stemde? Ja, dat kan ik me niet meer herinneren. Dat is geen ruzie die al enige tijd doorgaat, zo? Nee, absoluut niet. Oh, nee, geen sprake van. Maar dat maken we wel eens meer mee, vooral als het wat later is. Dan wordt de voorzitter wat zenuwachtig. Ja, want hij probeert altijd de zaak om 11 uur klaar te krijgen. Als dat niet lukt, dan wordt hij meestal wat strenger. Dat vindt u wel terecht? Ik vond het gisteravond niet terecht. Maar de voorzitter is heilig in dit huis en je moet doen wat hij zegt. Wat een verstandige man, die Van Dam. Nu het rapport van de enquêtecommissie in handen is gevallen, tussen aanhalingstekens, van een politiek verdeelde Kamer, krijgen sommige leden van de enquêtecommissie daarover de smoor in. Mevrouw Eshuis van de CPN is er zo een. U heeft het initiatief genomen tot de parlementaire enquête. Wat vindt u van wat er nou gisteren is gebeurd?
Ik vond het een heel teleurstellende en soms zelfs beschamende vertoning. Het is heel bizar als je bedenkt dat een van de conclusies van de parlementaire enquête is dat korte termijn politiek en coalitiepolitiek, partijpolitieke gewin, dat dat schadelijk is voor lange termijn beleid, dat dat ook bijgedragen heeft aan het debakel van RSV, dat je dan in een discussie naar aanleiding van het rapport precies hetzelfde ziet gebeuren als wat zo gecritiseerd wordt. Ja. Meneer Van Dijk zegt, we hebben feiten onderzocht, daar hebben wij een conclusie aan verbonden. Dat was een feitelijke conclusie. Daarna moest de politieke conclusie worden getrokken. Nou, die viel voor sommigen wat anders uit. Dat lijkt een logische redenering. Dat is heel logisch, maar ik denk dat als je meneer Van Dijk naar de interruptiemicrofoon ziet lopen, dat nog in de Kamer, nog achter de televisie iemand denkt, hey, dat is toevallig een CDA-lid. Dat iedereen hem ziet als de voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie. En zo gedraagt hij zich ook. En ik vind dat je dan heel zorgvuldig en heel terughoudend moet zijn met je optreden in de Kamer. Ik begreep dat u vannacht, maar misschien was dat emotioneel, zei, ik stap uit die commissie onmiddellijk. Hoe zit dat? Nou, ik vind dat de samenwerking erg moeilijk wordt op die manier, als op het moment dat even de druk op de ketel gezet wordt, iedereen een andere kant op schiet en vervolgens verklaring op verklaring afgelegd moet worden. Dan wordt dat moeilijk, maar we hebben de plicht om nog een aantal vragen te beantwoorden en ten slotte vind ik de inhoud van het rapport zo belangrijk dat ik vind, zeker omdat we vanuit het oogpunt van parlementaire democratie dat initiatief genomen hebben, maar daar ook voor zal inzetten dat er wat goeds uitkomt. Ja, maar, dan vanwege de belangen van de mensen waar het om gaat. Ja, maar je kan ook zeggen, de Tweede Kamer is geen wetenschappelijk instituut. Als er politiek niks mee gebeurt, kan je het ook net zo goed niet onderzoeken. Nou precies, maar ik wil tot het laatste ervoor knokken dat er politiek wel iets mee gebeurt. Want tenslotte staan er nog steeds duizenden mensen op straat. Er zijn een heleboel werknemers die nog geld te goed hebben van de RSV. Er zijn mensen voor in de WAO geraakt. Om hun belangen gaat het uiteindelijk. En dan kan de politiek zich er niet met de bekende Jantje van Leiden afmaken. U blijft zitten in die commissie? Ik blijf knokken voor een goede behandeling van het enquêterapport. En daarvoor zal ik dan moeten samenwerken met dit wat uiteengevallen gezelschap. En dat gezelschap, dat zal spoedig echt definitief uiteenvallen, want de commissie zal dan worden opgeheven. Bedankt voor de bewezen diensten en als orgaan van de Kamer worden opgeheven. Dat zal zijn nadat de commissie op 5 februari een debat met de Kamer zal hebben gehad. Daarna wordt de commissie ontbonden. Tot die tijd blijft ze nog bestaan. En het rapport van de commissie, dat komt daarna nog in discussie door de Kamer met de regering. En dan komt ook minister van Ardennen al dan niet met schotwond weer in de Kamer om over zijn RSV-beleid te praten. Goed, voor de Kamer was het, zoals gezegd, vandaag de laatste dag voor de kerstvakantie. In het Kamerrestaurant was er vanavond voor leden en medewerkers feestelijk gedekt. Klein kijkje in de keuken, maar veel is er niet te zien, want als de leden daar zijn en hun gasten, dan mag de televisie er niet bij. De Kamer is met vakantie gegaan, wij gaan ook met vakantie op dinsdag 22 januari is Den Haag vandaag bij u terug. Graag tot dan. Goedenavond.